Ik kijk hoe de Twingo achter de laurierstruiken verdwijnt en wacht tot het geluid van de motor helemaal is weggestorven. Daarna is het doodstil, op de krekels en kikkers na. De zon staat laag over de eiken. Een huivering trekt over mijn rug alsof er plotseling een koude wind is opgestoken. Wanneer ik om me heen kijk, zie ik dat geen blad zich verroert. Ik voel weer een paniekgolf opkomen. Is er iets mis met het huis? Waarom staat het leeg terwijl andere vakantiehuizen verhuurd zijn? Nee, er is niks mis, probeer ik mezelf gerust te stellen. Het is een goed huis en een prima plek om te werken. Daarom ben ik hier. Over 8 weken ligt er een boek. Als het moet, kan ik razendsnel werken. Je kunt het, Carol, je kunt het. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Het helpt niet. Ik huiver nog steeds en mijn handen trillen als een riet.